We gaan kijken naar de wedstrijd in de vierde klasse A tussen Stomwijk 92, de gastheer van vandaag, en FC Oesgeest. Ofwel een ploeg die aan in de onderste regionen plaats neemt, Stomwijk 92. En de nummer 2, FC Oesgeest, dat mee wil doen om de prijzen. Stomwijk, dat vorige week won van Rodenburg in Leiden-Noord met 1-3 en herstel toonde. En zo lijken er misschien mogelijkheden vandaag voor de ploeg van Erik van Manen. Oesgeest won ook. Zij het nipt van NSV 46 werd thuis met 1-0 gewonnen. Daar de gebruikelijke plichtplegingen met de keuzes van de aanvoerders onder leiding van scheidsrechter Emraai. Dan de inworp voor Oesgeest daar rechts achterin in de zone. Kan Stomwijk overnemen. Dat gaat vrij makkelijk. En dan moet daar een paas komen. Die komt er ook. En dan hebben we daar Mitchell Jacobs met de 1-0 wilde ik zeggen, maar dat doelpunt wordt geannuleerd. Er is al afgevlacht en gefloten door de scheidsrechter. En zo gaat dit vroege feestje niet door voor Stomwijk. Maar goed, Oesgeest mag dus meteen bij de les zijn, want Stomwijk wil hier gewoon een resultaat gaan boeken. Daar met Jacobs. En nu is het wel raak. Ja hoor, het is die aanvaller Mitchell Jacobs die daar wordt weggestuurd. En de blonde aanvaller die houdt het overzicht en werkt dan heel makkelijk binnen eigenlijk. En zo komt Stomwijk toch wel verrassend hier op een 1-0 voorsprong. Daar wordt Sjoerd Winkelman afgetroefd. En zo is er werk aan de winkel voor de ploeg van Huig-Jan Heringa, FC Oesgeest de halve. Dat nu aan de rechterkant weg is via vormgever Bob den Hollander. Den Hollander die wordt daar in de hoek gedreven. Komt er aardig uit. Goed 1-2'tje. En dan hangt hier misschien wat een gelijkmaker in de lucht. Maar daar wordt goed verdedigd door Stomwijk. Krijgen ze de bal echter niet weg. Nu dan wel in tweede instantie kan Oesgeest overnemen via Winkelman. Winkelman schuift dan af op Floyd de Ridder. Floyd de Ridder met een uithoud de tweede lijn. Die wordt gespoord. En dan kan daar Oesgeest overnemen. Maar dat is dan een overtreding, denk ik, van Winkelman. Ja, dat heeft de scheidsrechter gezien. En zo ligt het spel even stil. Staat het nog steeds 1-0 voor Stomwijk. Daar met de Ridder. Geeft op Winkelman. Winkelman verschuift de bal naar de rechterkant. Naar Jari de Vries. Komt dan aan de rechterflank. Wordt daar goed verdedigd. Maar dan blijft Oesgeest wel in balbezit. En komt er een kans voor Mario Giron Figlio. Maar die schiet die bal in de korte hoek. Maar een goede redding daar van de doelman. En de hoekschop levert dan verder niets op. Stomwijk dan weer in de aanval via die Jacobs. Erg snel geeft hier Winkelman een handig duwtje. En dan een goede beweging, zeg. En dan moet die voorzet komen. Dat is iets te hard. En gaat dan over een van de andere aanvallers heen. Blijft Stomwijk wel in balbezit, maar is die kans weg. Dan de uittrap van Jesper van Leeuwen, de doelman van Stomwijk. Valt die bal daar weer achter de defensie van Oesgeest, staat er echt niet goed. En dan kan Van Bochelen, die vorige week succesvol was, bijna Jacobs bereiken voor de 2-0. Maar dat Stomwijkse feestje gaat niet door. Maar die 2-0, ja, dat zit er gewoon aan te komen. Oesgeest is niet scherp en Stomwijk des te meer. Daar dan aan de zijkant met een, ik denk een elleboog daar van Winkelman. Ja, al dan niet bewust, maar ja, dat moet je natuurlijk niet doen onder de ogen van de scheidsrechter. Vindt ook de meute van Stomwijk die hier duidelijk aangeeft. Ja, hier is toch echt wel sprake van een overtreding. Nou, komt Winkelman misschien wel goed weg. Komt wel een prent aan, denk ik. Het zal dan de gele kaart zijn. Ja, dat klopt. Scheidsrechter Emra die daar de gele kaart voorhoudt aan Winkelman. Ex-speler van Wormunda en toen nog FC Boshuizen. Dan de tweede helft van de wedstrijd met een Oesgeest dat duidelijk uit een ander vaakje zou moeten tappen. Het speelt niet echt geconcentreerd en laat hier toch weer een kans aan Bart van Bochelen. Zoals gezegd, vorige week succesvol in Leiden-Noord, maar nu rond hij niet af. Dan Jannik van der Meel daar aan de rechterkant, komt daar goed uit. Is daar een 1-2'tje, komt daar de voorzet. Die wordt eruit gehaald door Van Leeuwen en dan weggewerkt door Stomwijk. Maar dit was wel een momentje voor Oesgeest om daar wat meer uit te halen. Goeie actie van der Meel. Dan Den Hollander gezocht. Stomwijk neemt over. Daar aan de rechterzijde wordt daar weer Jacobs gezocht. En die zoekt het doel dan te hoog. Maar toch weer een aardige poging hoor. Op dat ruraal gelegen sportpark van Stomwijk 92. De ploeg van Erik van Manen die er van alles aan doet om boven de streep terecht te komen. En bij winst zouden Rodenburg en Florian wellicht weer in het vizier kunnen komen. Maar zover is het natuurlijk nog niet. Daar dan uiteindelijk een schot van
een van de aanvallers. Die gaat dan voorlangs. Dat was Mika Gottenbos. Ingevallen, die bal gaat voorlangs ook aan Mario Gianfiglio. Maar dan is er opnieuw buitenspel geconstateerd. Gianfiglio dan met een worstelpartijtje daar met een Stompwijker. Maar daar is verder niets aan de hand. En dan kan Stompwijk weg. En dat is een goed paasje daar van Lars van Zanten. Op de ingevallen Nick Amelan. Amelan haalt uit en scoort. Ja, niet zijn eerste doelpunt bepaald voor Stompwijk in de loop der jaren. Absoluut een van de smaakmakers bij Stompwijk. En nu, hoe gedecideerd werkt hij daar af? Nog niet altijd helemaal okselfris, maar hij zit eraan te komen. En dat is belangrijk nieuws voor Stompwijk. Want kijk eens hoe makkelijk hij dat doet. Wel ook met de felicitaties aan Lars van Zanten met dat uitstekende paasje, de middenvelder van Stompwijk. En zo is het 2-0, is in Oesgeest toch wel in last. En nu komt misschien de derde daaraan. Wordt de bal dan nog even verlegd? Komt Amelan weer een balbezit die daar dan een beetje moeite heeft met de behandelen van de ballen. Dan nog een andere poging, maar die wordt gespoord. Maar het heeft alle schijn van dat Oesgeest hier de tweede seizoensnederlaag gaat leiden op bezoek bij laagvlieger Stompwijk. Dat de smaak te pakken lijkt te hebben gekregen. Daar met Gottenbos, maar die schiet die bal hoog in het vangnet en zelfs daar overheen. En zo blijft het bij 2-0 en naderen we het einde van de wedstrijd met die comfortabele voorsprong voor Stompwijk. Ja, hier is niets aan gelogen. De ploeg speelt goed, speelt gedreven. Daar nog wel met een mogelijkheid. En daar dan de redding van Leeuwen, de doorgaans betrouwbare doelman van de Stompwijk. En dan moet er uitverdedigd worden. Nou, dat lukt niet helemaal. Maar wat geeft het? Het is 2-0 en we gaan klaar zijn hier in Stompwijk. Oesgeest leidt een toch wel verrassende nederlaag bij een ontketend Stompwijk. Het wordt 2-0 voor de ploeg van Erik van Manen.